Dankjewel. Alright, zijn we klaar voor een luchtig onderwerp vandaag? Zin in, Colossenzen is het, weet je nog? Dat kun je alvast opzoeken. Dat is altijd een moeilijk te vinden boek, daarom zeg ik het nu vast. Dan kun je rustig opzoeken waar het was. Op een smartphone is makkelijker, maar is moeilijker je aandacht erbij te houden, voor mij tenminste. Anyway, Colossenzen zijn we dus mee bezig, maar vandaag is het een niet zo luchtig onderwerp eigenlijk, om eerlijk te zijn. Best wel veel verhitte gesprekken. En discussies vinden daarover plaats. Veel verwarring ook, zou je kunnen zeggen, in de maatschappij tegenwoordig. Want het gaat over gezin en over relaties in het gezin. Eigenlijk zelfs gezag in het gezin. En dat is echt wel super belangrijk om mee bezig te zijn. Eigenlijk gaan we best wel veel mensen zien die Paulus aanspreekt. Ouders, mannen, vrouwen, kinderen. Volgens mij zit er voor iedereen iets in vandaag. Want gezin, de Vandalen zegt heel simpel, een gezin is ouders en kinderen. Dat is de samenvatting. Nou, we zitten allemaal zijn onderdeel geweest van een gezin. Je bent misschien nu onderdeel van een gezin. En misschien word je wel onderdeel van een nieuw gezin straks. Voordat je afhaakt en denkt, ik ben single, ik zit niet in een gezin. Voor iedereen vandaag zit er iets in de preek. Al is het maar om te zien hoe God gezag heeft bedoeld. En hoe anders dat is dan dat er in de wereld om ons heen gebeurt. Anyway, laten we bidden. Vader, wilt u dit onderwerp hier waar we over spreken, heer, wilt u dit in ons hart leggen zoals u het bedoeld heeft, heer. Al onze eigen gedachten en druk van anderen en discussies die we erbij kunnen halen, we willen allereerst horen wat u vindt. Heer, daar vertrouwen we u voor. Amen. Wat deden we ook weer? Preekserie Colossenzen. Onwrikbaar staan. Stevig staan in Christus. Dat is de, laten we zeggen, de overall titel. Belangrijk wel om te snappen voordat we in de tekst van vandaag gaan. We zijn nu in het praktische deel aangekomen, hè, van hoe je dingen uit kan werken. Maar dan moeten we niet vergeten dat we vanuit het eerste deel een heleboel hebben gehoord over waarom we eigenlijk onwrikbaar kunnen staan. En wat God eigenlijk allemaal voor ons heeft. In het eerste deel, weet je nog, Jezus staat centraal. Voor hem, wat staat het er ook alweer? Alles is door hem en voor hem geschapen. En Wim bad het net al, hè, we zijn overgebracht naar het rijk van de geliefde zoon, hè, van Jezus. We hebben een nieuw leven gekregen in hem. Niet omdat we het zelf verdienden, maar omdat hij het heeft gedaan. En in hem, zegt Paulus, is de goddelijke volheid aanwezig. Een stukje tekst wat we eerder gedaan hebben. Dus hij is vol van God en van alle kracht van God. En omdat u hem kent, staat er, omdat u één met hem bent, bent u ook met die volheid vervuld. Dat is het uitgangspunt. Dat we met de volheid van Jezus vervuld zijn. En dat we vanuit daar gaan kijken, oké, volg dan de weg van Christus. En richt je op dingen die boven zijn, niet op dingen die beneden zijn. Dat heeft een praktisch gevolg als je vol bent van Jezus. Dus het is niet zomaar een doe dit wel, doe dit niet een lijstje. Zo kan het overkomen. En ik moest denken aan vroeger, toen we nog gewoon vuurwerk mochten afsteken. Die goede oude tijd. Toen dan krijg je vuurwerk en dan hadden we astronauten. Dat was vroeger echt het ding. Ik weet, tegenwoordig is dat er niks voor. Maar dat was leuk. Dat waren rotjes en die kon je dan afsteken. Als je dan op het pakje las, ik weet niet of jullie dat wel eens gelezen hebben, jeugd, wat er op het pakje staat. Op de grond leggen, aansteken met een lont, 2,5 meter afstand, niet andere, 2,5 meter afstand houden, weglopen, voldoende afstand bewaren en wachten tot het vuurwerk ontploft. Ik weet niet of iemand dat wel eens gedaan heeft met een astronaut, want dat deed ik dus niet. Dat is juist leuk om die dingen weg te gooien of andere dingen ermee te doen. Die ik misschien niet zal herhalen, omdat dat misschien niet al te wijs geweest is. Ik deed trouwens niet aan illegaal vuurwerk. Mijn vader, als hij erachter kwam, dan was ik echt, nog even lopen niet aardig. Maar één keer had ik een strijker van iemand gekregen, die probeerde ik af te steken, maar die deed het niet. Dus nou, dat was mijn avontuur met illegaal vuurwerk. Waarom zeg ik dit? Het kunnen regeltjes en doe dit wel, kan zo overbodig klinken. Maar ja, dat kan ik nou zelf ook wel bedenken. Hoe dat allemaal werkt. Nou, wat gezin betreft, ik niet. Ik kan niet bedenken hoe God dit bedacht heeft. Daar gaan we vanochtend op in. Dus dat was even mijn associatie vandaag met een explosief onderwerp, vuurwerk. Maar ook de regeltjes die erbij komen, die zijn... Het is niet een regeltje van nou, is overbodig, hoef je niet te lezen. Je kan het zelf ook wel uitzoeken. Dit doet ertoe. Dit vindt God belangrijk. Dit is wat hij voor ons, door Paulus, aan ons vertelt. Genoeg gezegd, we gaan lezen. Colossenzen 3, vanaf vers 18 is dat... Even kijken, hier. Begint met de vrouwen. Vrouwen, erken het gezag van uw man, zoals past bij uw verbondenheid met de Heer.
Dan door naar de mannen. Mannen, heb uw vrouw lief. Wees niet bitter tegen haar. Kinderen, van de anderen, gehoorzaam je ouders in alles, want dat is de wil van de Heer. Vaders, de vierde, fit niet op uw kinderen. Fit niet op uw kinderen, want dat maakt ze moedeloos. Nou, dan vervolgens gaat het door, daar gaan we volgende week over praten, over slaven en meesters. Die hoorden vroeger bij het huishouden. Tegenwoordig kunnen we dat meer naar onze werksituatie vertalen. Dus dat laten we liggen. We hebben al genoeg te doen met deze vier rollen vandaag. En misschien gaat het over, misschien wringt het al een beetje mee, bij jou als je dit leest. Omdat er zoveel discussie over gezin, de rol van man en vrouw en opvoeding is. En dat is normaal, dat dat wringt. En de vraag is dan, laten we ons vandaag, kunnen we ons open laten informeren of uitdagen door wat de Bijbel ons hier te vertellen heeft. En zullen we kijken naar wat er staat en ook naar wat er niet staat. Want een heleboel wat wij bedenken is ook maar omdat we dat zelf vanuit onze achtergrond erbij voegen, vanuit onze ervaring, ons gevoel. En er staat soms helemaal niet wat we denken dat er staat. Nou, dat is even dat als begin. Maar als te beginnen bij de vrouwen, over gezag in het gezin, gezagsrelaties in het gezin. Dan staat gelijk al, bam, vrouwen, erken het gezag van uw man. In de herziene statenvertaling staat uw eigen man. Hè. Het gaat echt om in het huwelijk hier. In de herziene statenvertaling staat ook, vrouwen, wees onderdanig aan uw man. En ik weet niet op wat voor gevoel dat woord bij jou oproept, onderdanig zijn. Dat is niet zo'n positieve gevoel bij mij, tenminste. Ik denk aan een koning met onderdanen, weet je wel. Een koning die willekeurig iets kan doen en zijn onderdanen, ja, die hebben dat maar te slikken. En zo zou je dat kunnen vertalen, hè? De man is gewoon de baas in het huwelijk en de vrouw heeft dat maar te slikken. Die doet maar gewoon wat de man zegt dat hij moet doen. Hè? De vrouw die minder waard is, die met een neergebogen hoofd in huis rondloopt en slaafs opvolgt wat de man doet. Is dat dan het beeld wat Paulus wil geven van het gezin en van het huwelijk? En die gevolgen zien we ook best wel. Hè? De gevolgen in culturen, ver weg zou je kunnen zeggen, hè? Waar vrouwen niets te vertellen hebben. We hebben alles in Afghanistan. Hè? In Afghanistan zien we dat, daar maken we ons er zorgen over. Mag een vrouw wel of niet naar de universiteit? En hoe gaat dat nu, nu de macht daar weer overgenomen is door een andere partij? Maar misschien ook dichtbij. Misschien ook in het verleden, misschien in je eigen situatie. Van wat is de rol van de vrouwen? Daar kun je best mee worstelen. En daar kunnen best wel wat dingen mis in gaan. Want misvattingen zijn... gewoon niet goed is, wat niet Bijbels is. Is dat dan wat de Bijbel zegt? De Bijbel zegt wel dat de vrouw het gezag van de man moet erkennen. Dat staat hier. En op een bepaalde manier is het leiderschap in het huwelijk, is het voortouw in het huwelijk dus aan de man gegeven, als het ware, door God. En dat roept best wel wat vragen op. Bij mij in ieder geval wel, hoop bij jou ook. En laten we die vragen dan gewoon eens één voor één afgaan. Want je kunt je dus al als eerste afvragen, is de vrouw dan minder waard? Is dat waarom het zo is? Hè? De man is belangrijker, dus dat is de leider en de vrouw, ja, die hobbelt er een beetje mee. En dat is dan hoe het huwelijk moet gaan. Maar nee, de vrouw is niet minder waard, gelijk om daar antwoord op te geven. Want in Genesis, en ik zie dat staat ook op de sheet zo meteen. Genesis 1, vers 27 en 28, hè, dat verhaal van de schepping. Daar staat, God schiep de mens als zijn evenbeeld. Als evenbeeld van God schiep hij hem. Dat is mooi, hè? Er staat een soort spiegeltje in de zin. Zie je dat? God schiep zijn mens als zijn evenbeeld. Als evenbeeld van God schiep hij hem. Voor de taalkundigen onder ons, vind ik mooi. Maar, dit is belangrijker, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. Hij zegende hen en zei tegen hen, ga dan verder, wees vruchtbaar, word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag. Dus hij, ten eerste, hij schept zowel man als vrouw. Ja, dus allebei door hem geschapen, niet dat de vrouw een tweede rangs geschapen is of zo. En hij zegende hen allebei. Hij zei niet tegen Adam, hier is mijn zegen voor jou, mijn opdracht voor jullie is, bevolk de aarde, vertel maar even aan Eva dat ze dat moet gaan doen. Zei hij niet, hij zegende hen allebei. Hij zegt, wees vruchtbaar, word talrijk. Allebei zijn als het ware eerste rangs kinderen van God ook. En dat zien we ook in het Nieuwe Testament. Daarom heb ik deze tekst er ook bij gezet. Galaten 3, vers 28 is dat. Er staat, door het geloof en in Christus Jezus bent u allen, kinderen van God. Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrije, mannen of vrouwen. Hiermee zegt hij niet, mannen of vrouwen zijn allemaal hetzelfde. Hij zegt, nee, het maakt dus niet uit of je man of vrouw bent. Allemaal ben je één in Christus en allemaal ben je dus een kind van God. Belangrijk, echt, echt, echt belangrijk. Als je dit leest en je leest over erken het gezag van een man, dan zou je zomaar kunnen denken, de vrouw is minder waard. Niet waar.
Dus het is niet wat de Bijbel zegt. En alles wat daarop wijst, waar mensen daarover uiten, kun je dus rustig weer leggen en zeggen, nee, dat is niet wat mijn God leert. Dat is niet hoe mijn God man en vrouw geschapen heeft. Dan is de andere vraag natuurlijk, is de vrouw dan gelijk aan de man? Het antwoord daarop is ook nee, denk ik. Want, kijk maar, allebei mens, zeker. Allebei geschapen, zeker. Maar verschillende lichamelijke eigenschappen alleen al, toch? Een man, mannetje, ziet er anders uit dan een vrouwtje, zeg maar, aan lichamelijke eigenschappen. Dat alleen al, maar ook verschillende rollen. En dat is precies natuurlijk waar Paulus hierover spreekt. En ook wat je al ziet bij het scheppen, hè, bij, als God de vrouw schept, dan zegt hij, het is niet goed dat de mens alleen is, hè, dus hij zorgt voor een metgezel, voor Adam, en dan schept hij de vrouw. Een metgezel, een helper die bij hem past. Er zitten verschillende rollen al ingebakken in de schepping. Voordat de zondeval er is, voordat wij alles verknalden en alles laten we zeggen, misging, en ook dit, man en vrouw, misging en er overheersing kwam, was het perfect. En was het zo dat er verschillende rollen waren voor een man en een vrouw en dat ze allebei kinderen van God waren. Dus niet gelijk, verschillende rollen, wel allebei kinderen van God en evenveel waard. Dan is de andere vraag, stel maar gewoon vragen die ik voor mezelf ook opschreef als ik het zo las. Betekent dat dan dat vrouwen het gezag van alle mannen moeten erkennen? En betekent dat dan dat overal in de maatschappij, en dat zie je soms in andere culturen, vrouwen gewoon niks te vertellen hebben, letterlijk. Niks te vertellen hebben. Is dat het? Nee, is het antwoord daar, want hier staat, het gaat over je eigen man. Erken het gezag van je eigen man. Dat is belangrijk. Het zegt niks dus over de vraag of een vrouw een goede manager, of een goede directeur, of in het bedrijfsleven, in de maatschappij, in politica. Dat zegt hier helemaal niks. Dit stuk gaat daar niet over. Dat moet je niet hier uittrekken, hier uithalen. Het gaat om het gezag erkennen van je eigen man. Daar gaat het om, binnen het gezin dus. En ook, hè, dat zie je trouwens bij Paulus. Paulus heeft zelf ook vrouwelijke medewerkers. Hij heeft bijvoorbeeld bij Lydia thuis, komen ze samen. En hij noemt Febe op een gegeven moment en die prijst hij om wat ze deed. En op een gegeven moment noemt hij in Filippense, noemt hij Euodia en Syntyche. En die prijst hij en zegt hij, jullie zijn medestrijders in mijn werk. Dus het is zo dat Paulus ook zelf vrouwen als in zijn team heeft zitten. Net zoals anders, Clemens en Marcus en goed, al die anderen die we kennen in het team. Maar er zitten ook gewoon vrouwen in zijn team. Het is niet zo dat de vrouwen altijd maar tweede rang zijn, het altijd om de man gaat. Dit gaat om in het gezin. Nou, dat is dan wat het niet is. Wat is het dan wel? Wat is Bijbels gezag als het om de man en vrouw relatie gaat? Sowieso is gezag in de Bijbel niet negatief. Dat maken wij ervan, hè? Wij maken het gezag negatief omdat we de uitwassen ervan zien. En we zien hoe je het verkeerd kunt gebruiken. Maar Paulus heeft het hier, en eigenlijk een ander stukje in Efeze, wat eigenlijk precies hetzelfde is, maar iets uitgebreider. Daar voegt hij nog wat aan toe. En dat wil ik even met jullie lezen. Dat is Efeze 5. Dat staat ook op de dia zo meteen. Dat begint trouwens weer over gezag. Hè? Dat staat aanvaard elkaars gezag uit eerbied voor Christus. En dus, dan is het eigenlijk de rest wat volgt. Is, wat is dat dan, dat gezag? Nou, dan heeft hij het over vrouwen. Erken het gezag van uw man als dat van de Heer. Want een man is het hoofd van zijn vrouw. En dan staat er, zoals Christus het hoofd is van de kerk. Het lichaam dat hij gered heeft. En zoals de kerk het gezag van Christus herkent, zo moeten vrouwen in ieder opzicht het gezag van de man erkennen. Dus hij betrekt het op de relatie tussen Jezus en de kerk. Nou is de vraag, is die relatie slecht? De relatie tussen Christus en zijn kerk. Is dat gezag wat verkeerd is? Nee, dat is een goed voorbeeld van gezag. Van Christus die zijn kerk leidt. En zo meteen komen we aan de mannen. Christus die zich overgeeft voor zijn kerk. En die in liefde zijn kerk leidt. Dus dat is belangrijk. Dat dit is niet gezag is niet per definitie fout. Of per definitie gaat het mis. Het kan gewoon goed gaan. Het is gewoon een instantie, iets wat God heeft geschapen. En zelfs in de drie eenheid, hè, is er sprake van een soort van gezagsrelatie tussen die twee. De vader stuurde de zoon. Het is niet dat de zoon zei, oh, ik ga wel. En met de vader stuurt. Dus ergens is er een opdracht en ergens is er iemand die opdracht uitvoert. Er zit een soort gezagsrelatie tussen. En in Korinthe staat ook inderdaad, in Korinthe 11 vers 3, Christus is het hoofd van de man is het hoofd van de vrouw en God is het hoofd van Christus. Dus ook daar is een soort relatie tussen God en Christus, dus God de Vader en Jezus, die met gezag te maken heeft.
Dus dat is niet verkeerd, dat kan dus een goede gezagsrelatie zijn. Dat is goed gezag, dat is waar we naar kunnen kijken. Dat is het gezag wat Jezus bedoelt voor ons. Hoe werkt dat dan, is de vraag. Hoe werkt dat gezag? Nou, dat kan eigenlijk alleen met twee partijen. We hebben het hier over de vrouw en Paulus begint op de vrouw. Die zegt, vrouwen, doe dit. Maar we moeten eigenlijk eerst kijken naar wat de man als opdracht krijgt, voordat je kunt zeggen, hoe werkt die gezagsrelatie? Wat er wel al staat, gelijk hier al, is het past bij je verbondenheid met de Heer. Dus als vrouw, als je het gezag van jouw man in het huwelijk erkent, dan past dat bij je verbondenheid met de Heer. Sterker nog, het komt dus eigenlijk voort uit jouw verbondenheid met God. Eigenlijk eer je in eerste instantie God daarmee. Dat is mooi, dat is iets om vast te houden. Dat is de basis. Dat is niet alleen de man, je doet het niet voor de man, je doet het uiteindelijk vanuit je verbondenheid met Christus. En zelf dus verbonden zijn met hem, zelf dat nieuwe leven aangetrokken, weet je wel, waar Colossens het ook over heeft. De nieuwe mens aangetrokken en van daaruit gaan handelen. Praktisch kun je zeggen, hè, als je hier zegt, wat kan ik hier nou praktisch al uithalen uit dit stukje waar Paulus de vrouw aanspreekt, is, als je getrouwd bent, hoe nemen jullie beslissingen als echtpaar? Hoe werkt dat? Is daar in eerste instantie vanuit je rol als vrouw en vanuit de rol als man, wat wil God hiervoor? De verbondenheid met Jezus, daar gaat het om. En is daar een communicatie, kun je erover praten? Het is niet zo dat de man alles maar zo moet bedenken en de vrouw afwacht van, is hij nou alles klaar met nadenken en maakt hij maar zijn keus? Natuurlijk kun je gewoon spreken. Hoe zullen we dit aanpakken? Wat zullen we hiermee doen? Wat denk jij dat God zegt? Dan kan je een gesprek over voeren. Misschien zelfs wekenlang, misschien zelfs maandenlang kun je daarover spreken. En uiteindelijk is dan de vraag, welke leiding geeft je echtgenoot op dat moment? Zometeen komen we erop hoe die dat moet geven, die leiding. Maar de vraag voor de vrouw in het huwelijk is, welke leiding geeft uiteindelijk je echtgenoot? En kun je hem daarin volgen? Is dat je beginhouding, zeg maar? Want dat maakt zoveel uit. Of is je beginhouding van, ik wil lekker doen wat ik zelf wil? Ja, dat is niet wat de Bijbel hier leert. Een tweede vraag, een praktische vraag is, mag je man het mis hebben? Want als mannen, laten we zeggen, laat ik bij mezelf houden. Ik heb het wel eens mis als we het hebben over keuzes maken in het gezin. En het duurt wel eens ontiegelijk lang voordat ik een keuze maak in het gezin. En dat is vaak ook nog eens de verkeerde keuze die ik dan heb gemaakt. En dan komen we uiteindelijk uit bij wat mijn vrouw Renske van tevoren zei, dat moeten we doen. Nou, dan kan, toch? Ik kan er een paar voorbeelden bij bedenken. Misschien is dat herkenbaar. Maar de vraag is dat erg? Hoe erg is dat? Als jij God kan eren door het volgen van je man, van de leiding van je man, mag het dan misgaan, mag het dan langer duren, als je uiteindelijk wel op het goede punt uitkomt. Kijk, het is iets anders als het schadelijk is. Hè? Iets anders als er echt dingen worden besloten, als je man dingen besluit die schadelijk voor jou zijn, schadelijk voor de kinderen zijn, schadelijk voor anderen. Dat is een ander verhaal. Dan moet je hulp zoeken. Hè? Dat is echt wat de Bijbel ook leert. Als het tegen God ingaat, tegen hemzelf. En ook als het tegen de veiligheid en de iemands persoonlijk, laten we zeggen, echt zou afbreken, dan zijn geen goede keuzes. Daar praten we hier niet over. Maar kun je je man volgen in keuzes die in principe bijbels zijn? Misschien niet wat jij wilde, maar kun je hem daarin de ruimte geven? Nou, dat was wat Paulus tegen de vrouwen zegt. Dan de volgende zin, volgende tekst begint gelijk met mannen. En misschien denk je tot nu toe, dit is een goede preek. Hè? Preach it, dit moet mijn vrouw horen. Maar nu begint het pas eigenlijk echt, zou ik zeggen. Nu is de man aan de beurt. Belangrijk trouwens, Paulus is nu al koffie, maar even wachten nog. Belangrijk is dat Paulus, in tegenstelling tot andere moralisten in die tijd, ook heidense mensen die met de moraal te maken hebben, die dingen opschrijven wat goed is, die spreken vaak vrouwen, kinderen, slaven aan, maar niet de man. Paulus spreekt heel duidelijk ook de man aan. Belangrijk om te snappen. Er is een verantwoordelijkheid, een heel grote verantwoordelijkheid voor de man. En die moet je niet voor weglopen, zeg maar. Wat staat er dan? Mannen, heb uw vrouw lief. En wees niet bitter tegen haar. Dit is denk ik Efeze, die komt zo meteen daarover. Maar in Colossense staat heel simpel. Mannen, heb uw vrouw lief en wees niet bitter tegen haar. Raar toch? Kunnen we wel doen. Niet bitter zijn, vrouw lief hebben. Het ziet er wel uit als een goede deal, toch? Het is een makkie.
Laten we even kijken wat Efeze, wat Paulus in Efeze, als hij blijkbaar iets meer tijd of papier of iets meer rust heeft om op te schrijven van wat erbij komt. Het is echt een parallel stuk, een stuk in Colossense. Wat hij daar dan schrijft. Moet ik even zelf bladeren. Vanaf vers 25 is dat. Mannen, heb uw vrouw lief. Nou, dat was hetzelfde. Maar dan zegt hij nog even iets eraan toe. Zoals Christus de kerk heeft lief gehad en zich voor haar heeft prijsgegeven om haar te heiligen, haar te reinigen met water en woorden, haar in al haar luister bij zich te nemen, zodat ze zonder vlek of rimpel of iets dergelijks zal zijn. Hè? Dat wat Christus voor de kerk heeft overgehad, heilig en zuiver. Zo moeten mannen hun vrouw lief hebben als hun eigen lichaam. Wie zijn vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Dat liefhebben dus is niet af en toe zeggen, joh schat, ik hou van jou, maar is liefhebben zoals Jezus lief heeft. En daar moet je eens over nadenken als man. Wat betekent dat? Wat is de liefde van Jezus? Hoe ziet de liefde van Jezus daar nou uit? Wat is daar nou kenmerkend aan? Het is ten eerste overstelpend veel, toch? God houdt overstelpend veel van zijn kerk, van ons als persoon. En dat is de liefde waar Paulus naartoe wijst, als de liefde tussen de man en de vrouw in het huwelijk. Het is onvoorwaardelijk, toch? Je kunt het niet verdienen, het is ook nog eens onverdiend. Niet als jij goed luistert, dan als jij doet wat ik zeg, als je me niet al te moeilijk maakt in het huwelijk, dan hou ik van. Nee, dat is het niet. Het is onvoorwaardelijke liefde, zoals Christus de kerk heeft lief gehad. Het is ook nog eens onzelfzuchtige liefde. Hè? Jezus zei, ik kom om jullie te dienen. Niet om jullie over jullie te heersen, maar om jullie te dienen. Het is dus liefde die jou iets kost als man in het huwelijk. Het is liefde die actie vereist, die soms pijn doet als je zegt, oké, ik wil hier mijn vrouw lief hebben in alles, dan kost dat me dat wat extra's. Dan doe ik een extra stapje als zij iets nodig heeft. Dan bescherm ik haar als er vanaf buiten iets op haar afkomt wat haar ten neerhaalt. Dan ga ik daartussen staan als man. Dat is de liefde van Jezus die hij voor de kerk heeft laten zien. Liefde zelfs tot in de dood. Moet je daar eens over nadenken. De diepte van die liefde. Dat is waar Paulus en waar God ons toe oproept als mannen in het huwelijk om te houden van onze vrouw. Dat is nogal wat, toch? Dat is nogal wat. Onvoorstelbaar veel. Blijvend, vergevend, telkens weer. Dat is echt anders dan dat we om ons heen zien. Van mannen en vrouwen die met elkaar omgaan. Als het even niet meer lukt, dan is niks van deze liefde zien we dan weer terug ineens. Het is supermooi, die liefde van de man voor de vrouw. Omdat de liefde van Christus voor zijn kerk zo ontiegelijk mooi is. Als voor je eigen lichaam, staat er ook nog eens. En goed, je houdt van je eigen lichaam. Je zorgt ervoor. De meeste mannen zorgen voor hun eigen lichaam, in ieder geval. Ook nog eens, als iets je raakt, als iets je pijn doet, dan voel je dat direct in je eigen lichaam. Toch? Het is ook alsof God wil zeggen, als je aan mijn lichaam komt, als je aan mijn kerk komt, kom je aan Christus. Mannen, als iemand aan je vrouw komt, komt hij aan jou. Dat is de liefde, dat is de beeldspraak die Paulus hier gebruikt. Dus, ga er maar aan staan, mannen. Het is onmogelijk, bijna, zou je zeggen. En bijna onmogelijk ook om zelf, zonder zelf de liefde van Jezus te kennen. Dat is belangrijk. Net zoals de vrouw vanuit de verbondenheid met de Heer ging luisteren. Of luisteren is niet het goede woord. Het gezag van een man gaat erkennen. Dat is het goede. Zo kan een man niet lief hebben op de manier zoals Jezus doet, zonder zelf de liefde van Jezus te kennen. Dus dat is ons allereerste, als mannen, onze allereerste verantwoordelijkheid. Dus om zelf verbonden te zijn met Jezus. Zelf de liefde van Jezus te kennen. En te blijven kennen en te blijven toepassen. Ook als je faalt, als je ergens tegenaan loopt, als je worstelt, die liefde te blijven toepassen. Even praktisch maken dan. Dat kost tijd. Liefhebben kost tijd. Liefhebben van je vrouw kost tijd. Liefhebben betekent dat je soms je laptop dicht doet. Of de Grand Prix uitzet. Of je telefoon weglegt op een avond. En zegt, schat, we zitten nu allebei met ons telefoon op de bank. Laten we dat ding eens wegdoen en gaan praten. Misschien een idee. Dat doe ik regelmatig voor onszelf. Want het is zo makkelijk om daarin weg te zakken. Het is ook belangrijk dat je praktisch, hè, dat je je huwelijk zelf gezond houdt als man. Te vaak moet de man een soort van bij de haren worden bijgetrokken. Schat, we moeten praten. Dat hoeft niet. Dat is niet wat Jezus laat zien, zeg maar.
Het is jouw verantwoordelijkheid zelf om je relatie met God en je relatie met je vrouw goed te houden. En nou, praktisch, vraag dat eens aan elkaar deze week in de groep. Ik weet niet hoe jullie dat vormgeven. Alvast gaan we nog een keer over nadenken, hoe doen we dat? Maar je kunt sowieso de vraag eens stellen, hoe doe jij dat? Man, en over terugspringend naar het vorige stukje. Hé, andere vrouw, hoe doe jij dat als het gaat om erkennen van gezag? En de laatste praktische tip voor de man, durf te leiden. Het is echt best lastig soms, vind ik, om een keuze te maken. Dan heb je 1000 onzekerheden om daarin echt leiding te geven aan je vrouw in binnen het huwelijk. Stap voor stap, als je vrouw je ruimte geeft, is het aan jou ook om te durven leiden, om te durven kiezen. En daar samen in te groeien, daar gewoon over te praten. Het is niet dat dat allemaal geheim moet blijven en dat je ineens met het goede antwoord moet komen. En dan kun je prima met z'n tweeën in het huwelijk over spreken. Het hoeft niet geforceerd, maar het is op een gegeven moment wel durf te kiezen. Durf te zeggen, oké, ik denk al met al dat we nu deze keuze moeten maken. Kun je me daarin volgen? Dat is belangrijk voor de man. Nou, we hebben de vrouwen gehad. We hebben de mannen gehad. En dan de kinderen. Ja. Dan komt hij, kinderen. Je hebt het al gehoord, hè? Hier komt het standaard gesprekje weer. Gaap, wees gehoorzaam aan je ouders. Moet je helemaal naar de kerk komen om dat te horen, om gehoorzaam te zijn aan je ouders? Dat hoor je eigenlijk al 3 keer, 4 keer, 5 keer, 10 keer per dag misschien. Maar dat is wel wat hier staat. Dat is wat Jezus, of God, of Paulus in ieder geval aangeeft. En dat is de wil van God, want dat staat er ook, hè? Er staat niet, wees gehoorzaam in alles. Dat trouwens in alles, belangrijk. Want dan krijg je tenminste wat gedaan. Of want dan krijg je een sticker. Weet je wel, als je klein bent, wees gehoorzaam, want dan krijg je wat. Of wees gehoorzaam, want dan ben je tenminste van het gezeur af. Het kunnen allemaal redenen zijn om gehoorzaam te zijn. Maar hier staat, wees gehoorzaam, want dat is de wil van de Heer. God vraagt het van jou. Niet alleen je ouders. Natuurlijk vragen ze het 10 keer. En je denkt natuurlijk, hartstikke, je bent niet met ze eens. Ze zijn hopeloos ouderwets, dat weet ik. Ik denk dat ik zelf ook ouderwets ben, moet je maar aan mijn kinderen vragen. En ze snappen je echt niet, of jij snapt hen niet, of in ieder geval, er zit iets tussen jullie in. Want dan denk je, hoe kun je dit nou vragen? Maar, het kost je wat om te gehoorzamen, dat snap ik ook. Maar de vraag is, waarom doe je dat? Uiteindelijk, als jij Jezus kent, als je God kent, eer je God daarin. Ook hier geldt natuurlijk, als zij echt dingen vragen waarvan je denkt, ja, maar dit gaat gewoon tegen de Bijbel in, dit gaat gewoon tegen God in. Het andere verhaal. Maar dit gaat over de gewone dingen. De dingen die je ouders van je vragen. Die jou wat kosten. Die misschien jezelf ontplooiing in de weg zitten. Ja, maar iedereen doet het. En wat is er nou erg aan? En natuurlijk kun je dat gesprek aangaan. De pro-tip is om eerst te luisteren en dan het gesprek aan te gaan. Dat helpt altijd. Tenminste, vanuit mij gezien als ouder in ieder geval. Je hoeft niet altijd direct het gesprek te winnen. Maar je kunt prima ook een gesprek aangaan. Maar waarom vraag je dat nou van mij? Kun je dat eens uitleggen? Dat kun je prima aan je vader vragen. Aan je moeder vragen. Uit respect, hè, met respect. Het gaat om een gezagsrelatie. Je kunt er prima over praten. Doe dat op het juiste moment. Kies een handig, geschikt moment uit, zou ik zeggen. Wees daar slim in. Als je ouders rustig op de bank zitten bijvoorbeeld, dan is het misschien een goed moment om daar eens over te spreken. Bespreek wat je ervan vindt. Maar gehoorzaam je ouders. Dat is in feite gewoon wat de Bijbel zegt. Als je ouders dat vragen, doe dat uit voor je ouders. Want dat is wat de Heer van je wil. Je geeft uiteindelijk hem eer. Niet alleen door het zingen van liedjes, maar door acties, door daden. En er hoort gehoorzaamheid zeker bij. Het is trouwens zelfs 1 van de 10 geboden, hè? Gehoorzaam je ouders, eer je vader en je moeder. Er zit ook trouwens een belofte bij. Dat het vervolgens goed met je zal gaan. Maar zo belangrijk vindt God dat het dus zelf in die kern, geboden, zeg maar, die hij toen gaf, dat het daarin staat. Nou, dat waren de kinderen. Er komt een soort reprise nu voor de mannen. Want kijk maar, dan komt hij. Vaders, dat stond er ook alweer. Even terug naar Colossense bladeren. Vaders, wit niet op uw kinderen, want dat maakt ze moedeloos. Witten, ken je dat woord, witten? In ieder geval een soort zeuren zou je kunnen zeggen. Elke slag zout leggen, een beetje van witten. Opvallend is dus, hè, dus weer komt de man figuur in beeld, weer wordt de man aangesproken, meer dan de vrouw zelfs. Opvallend is dat dus de man wordt aangesproken, dus het opvoeding, wat in de praktijk vaak iets is waar moeders het meest over nadenken, in mijn ervaring tenminste.
dat Paulus daar de man op aanspreekt. De vader op aanspreekt, als eerste. Niet om te zeggen de enige. Dan zou het niet goed gaan als de vader de enige was die op zou voeden. Die zou een heleboel skills missen daarvoor, denk ik. Maar het is wel zo dat God en Paulus de vader daarop aanspreekt. Een anekdote is dat een kind aan zijn vader vroeg... Pap, wat is een man? Toen zei de vader, nou, dat is iemand die verantwoordelijkheid neemt in huis en zorgt voor het gezin. Toen zei het kind, oh, dan hoop ik dat ik ooit een man word zoals mama. Met andere woorden. Wij kunnen als mannen best wel wat meer het voortouw nemen, denk ik, in het huwelijk. Huwelijk? In de opvoeding, daar hadden we het over. Huwelijk hadden we het al over gehad. In de opvoeding. En vaders zijn echt anders als moeders. En je kinderen, jullie kinderen, als kind, heb je je vader nodig. Waar kan. Kijk, als er geen vader meer is, is het lastig. Maar als je in een gezin bent waar een vader is, dan heeft het kind zoveel baat bij tijd en aandacht van die vader. He, dus je kunt onderzoeken lezen, hè, dat gaat over de Zweedse onderzoekers, die zeiden van, hey, kinderen hebben later minder kans op gedragsproblemen als in de peutertijd al hun vader aanwezig is. En het schijnt zelfs dat de woordenschat van een kind groter is als hun vader voorleest dan wanneer een moeder dat doet. Heel gek, geen idee waarom, maar het is onderzocht, dus het zal wel waar zijn. En ook dat je betere grenzen kunt aangeven als tiener, als jouw vader aanwezig is geweest in jouw jeugd. En het gaat bijvoorbeeld om tienerzwangerschappen, waar je echt een verschil ziet als het gaat om vaderfiguur of niet aanwezig in het gezin. Dus het is dus belangrijk, en dat erkennen we dus ook in de maatschappij, niet alleen vanuit de Bijbel. En vaders hebben dus een belangrijke rol in de opvoeding. Nou, wat zegt Paulus daarover? Hij zegt vrij kort, hè, niet vitten. Hij zegt eigenlijk, doe iets niet, want dan worden ze moedeloos. Je kan dat dus omdraaien, dus zeggen, oké, dus de taak van de vader is in ieder geval dat de kinderen de moed erin houden. Dat ze niet moedeloos worden. Zorg dat je kinderen de moed erin houden. Zorg dat je kinderen kunnen blijven groeien. Zorg dat je je kinderen de erkenning geeft die ze nodig hebben. En niet ze neerdrukt, zodat ze moedeloos worden. Heel concreet over opvoeding. Nou, daar kan een hele preek op zich overhouden. En in Efeze staat, Efeze 6, maak uw kinderen niet verbitterd, maar vorm en vermaan hen bij het opvoeden, zoals de Heer het wil. Vormen en vermanen. Dus het gaat ook echt om vermanen. Het is niet alleen, en je staat niet van, vader zit hier zo te zeuren, doe gewoon alles wat je kinderen vragen. Dat zou je kunnen lezen, als hier. Fit niet op je kinderen, maakt ze moedeloos. Nee, je staat ook vorm en vermaan hen. Dus vermanen, straffen, regels geven, consequenties als regels worden overtreden, is belangrijk. Weer, die grenzen stellen, het stellen van grenzen überhaupt is belangrijk. Want het helpt kinderen om zelf, als zij opgroeien, keuzes te maken, grenzen te stellen, persoonlijk voor zichzelf. En op te groeien tot mensen die keuzes kunnen maken. Nou, dat is belangrijk tegenwoordig. Ik weet niet of je van FOMO hebt gehoord, hè? Fear of Missing Out. Dat millennials schijnen er erg veel problemen mee te hebben. Van iets kiezen, want als je iets kiest, dan kunnen alle andere 20.000 opties die je ook op dezelfde moment had kunnen kiezen, die kunnen ineens niet meer. En dat zou ik zomaar iets kunnen missen. Keuzes maken is belangrijk en leren keuzes maken is belangrijk. En ik denk dat dat terug te voeren is op in het gezin grenzen stellen. Dit kan wel, dit kan niet. En dat is super belangrijk voor je kind straks. Juist ook, en dat is het laatste over opvoeding, in het kennen van God. Als man en vrouw zijn jullie samen als ouders ook verantwoordelijk voor het opvoeden van je kinderen in de kennis van de Heer, in het volgen van de Heer. Dat kun je niet overlaten aan school, waar af en toe een Bijbelverhaal wordt verteld. Dat kun je niet overlaten aan één keer in de twee weken op de jeugdavond, wat fantastische avonden zijn volgens mij. Maar dat is niet het moment waarop jouw kinderen leren wat het is om te wandelen met God. Dat zien ze van jou, van als vrouw, van jou als man. Dat is ook daar, hè, samen met je echtgenoot, samen met je partner, is dit iets waar je vanuit je verbondenheid met God dat kunt doorgeven aan je kinderen. En specifiek voor vaders, je kunt een afspiegeling zijn van God de Vader. Hoe mooi is dat? In het vaderschap wat jij geeft aan je kinderen, de liefde, de leiding, de acceptatie, in de zin van af en toe een schop onder de kont geven, zeg maar, om ze weer vooruit te krijgen, kunnen we een afspiegeling zijn van hoe onze hemelse Vader met ons omgaat. Dat is zo'n voorrecht en tegelijkertijd een verantwoordelijkheid om dat dan ook echt te laten zien. Ook hier, praktisch,
praat daarover met elkaar. Dus in de maatschappij zoveel te doen over opvoeding en wat wel of niet kan. En je hebt best wel wat uitdagingen als het gaat om alle afleidingen die je kinderen kunnen hebben. Dus praat daar met elkaar over. Hoe doe jij dat? Hoe voed jij je kinderen op in het wandelen met God? Dat zijn belangrijke vragen om je mee bezig te houden. Niet één keer, maar voortdurend. Moedig elkaar daarin aan. Goed, we zijn een beetje aan het eind. We hebben 4 relaties gezien. 4 vormen van gezag, specifiek in het gezin, alleen al. Het waren 4 versen, maar we konden er al een tijd over praten. En als je er echt over door wil praten, dan kun je daar nog wel eens een hele heel weekend over praten. Over de rol van de vrouw en de man en huwelijk. En allemaal belangrijk. Maar het is duidelijk, denk ik, wat Paulus zegt in de kern. En dat kan je uitdagen. Ook als single, wat ik net zei. Ook als single kan dit je uitdagen. Wauw, is dit hoe God met gezag om wil gaan? Is dit hoeveel Christus voor zijn kerk over heeft? Kan ik dat zien aan huwelijken van anderen? En hoe gezag compleet anders kan worden ingezet als dat wij denken. En misschien heb je wel een gezin of een huwelijk in jouw omgeving, waarvan je zegt, ja, wauw, dat zie ik. Ik zie een element van wat ik hier lees, zie ik daarin terug. Nou, fantastisch. Dank God daarvoor. En prijs hem. Zeg, joh, ik vind het echt fantastisch hoe jullie dat doen. Voor mij zijn jullie een voorbeeld daarin. Moedig elkaar daarin aan. Dat is prachtig. Misschien, en dat kan natuurlijk ook, heb je hele slechte ervaringen met alle dingen die ik vandaag hier heb genoemd, die Paulus hier naar voren brengt. Misschien is het gezin voor jou vroeger helemaal geen veilige plek geweest. Is jouw vader niet een vader geweest die jou heeft geholpen in de zin waar we net spraken. Die jou misschien juist wel moedeloos gemaakt heeft. Misschien is je huwelijk van je ouders, waar je vroeger in het gezin zat, was dat niet goed. Vroeger. Misschien worstel je nu met dit soort dingen. Zeg van, ja, we zitten hier echt in vast. En dat kan. En dat is niet, deze preek is niet om te zeggen, je oren te slaan van, hey, wat doe je nou? Maar wel om je uit te dagen en zeggen, dit is hoe God het had bedoeld. En wat dingen die gebeurd zijn, kun je niet veranderen. Maar het is wel belangrijk om te snappen dat God daarvan weet. Dat hij jou kent. Helemaal. Van begin tot eind, zelfs van voordat je bestond. En waarom dingen gebeuren, weten we niet altijd. Maar het is echt belangrijk om te onthouden dat de Bijbel dat God jou kent, dat de Bijbel dat leert. Dat hij elke haar, wij zeiden het vanochtend, elk haar op je hoofd heeft geteld. Dat hij precies weet hoe het in jouw gezin vroeger eraan toe ging. Dat hij ook precies weet hoe het nu in jouw gezin, nu als je een kind bent, of in je huwelijk als je getrouwd bent, hoe dat nu is, wat er aan de hand is. En dat hij daarin wil komen met zijn volheid. Sla dat niet over. Van nou, een mooi theorielesje en vervolgens dat, maar het gaat ook wat doet het met ons in ons hart. En hoe kunnen we daar handen en voeten aan geven. Sowieso als het pijn doet, het verleden, dan is de uitnodiging om gewoon naar God toe te gaan. Hij weet het al. En om hem daarin toe te laten. Ook om een broer of zus te vragen, misschien een van de oudsten zelf, zo gewoon dit soort dingen gaat zijn. Die gaan superdiep. Om te vragen van, joh, kun je mij hierin helpen? Ik wil gewoon vertellen over vroeger. Ik wil gewoon vertellen hoe precies niet er gebeurde wat ik hier lees. Hoe mooi dit ook lijkt, maar hoe lelijk is mijn praktijk geweest. Want het bepaalt veel van wat je doet en denkt nu. En vervolgens om zijn kracht te ontvangen, zijn evangelie ook toe te passen. In de zin van, het hoeft je niet te definiëren wat er gebeurd is. Jezus zegt, ik geef je een nieuw leven, het oude is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen. Dus ook daar wil God bevrijding geven. Echt een stuk bevrijding, denk ik, van wat er gebeurd is. Bevrijding van wat je terughoudt. Bevrijding van wat jou nu terughoudt als je in een gezin bent. Daar kan hij doorheen breken. Dit is explosief materiaal, wat ik net zei. Niet alleen omdat het controversieel is bij heel veel mensen buiten. En heel hard wordt gechallenged van de rol van de vrouw of de opvoeding. Maar ook explosief materiaal als het gaat om, als wij dit gaan toepassen. Dan komt daar zoveel kracht in vrij. Dat wil hij ons geven. Dus we hebben hem nodig, vind ik toch, concluderend. We hebben hem nodig als het om dit soort relaties gaat. Als het om omgaan met gezag is. En zijn manier om met gezag om te gaan is mooi. Supermooi. Veel mooier dan wij kunnen bedenken. En dat is waar Paulus juist ons toe oproept. Om daarvoor te strijden. Juist nu gezin en huwelijk zo onder druk staan. In mensen om je heen misschien. Om specifiek daarvoor te gaan. Nee, ik wil mijn leven inrichten zoals God dat wil. Ik wil keuzes maken op zijn manier. En dat betekent wat we net hebben besproken.
in daden en woorden kunnen laten zien dat hij een goede vader is. De allerbeste vader die we kunnen bedenken. Die weet wat zijn kinderen nodig hebben. Laten we zo omgaan met gezag. Het geeft hem eer en het laat onze verbondenheid met hem zien. Amen.